We staan hier voor het ras Summersen. Summersen is al 15 jaar op de markt. Het is het leidende ras in gele sherry in Nederland. Het heeft een hele goede smaak. Het is ongevoelig voor scheuren. Deze zaaiing was in december. En omdat we het dus relatief laat gezaaid hebben, hebben we besloten om 3 koppen per plant aan te houden. Dat gaat als volgt in het werk. De plant wordt gezaaid. De onderstam die wordt er 2 tot 3 dagen voor gezaaid. En vervolgens wordt bij het derde echte blad wordt de kop eruit gehaald, waardoor er 3 zijscheuten ontstaan. De plant wordt afgekweekt bij de plantenkweker. En dan komt hij naar de kas. We hebben altijd hobbels staan voor bestuiving. En die worden meteen vanaf de eerste dag dat we bloei waarnemen, of eigenlijk een paar dagen daarvoor, worden ze in de kas gezet om voor een goede bestuiving te zorgen. En dat moet je ook goed controleren, dus goed opletten naar de kwaliteit van het stuifmeel en of die beesten, of die hobbels goed vliegen. Dat zijn allemaal zaken die van belang zijn. Dus ook tijdens het begin van de teelt ook goed kijken of het stuifmeel daadwerkelijk uit de bloem valt. We hebben een druppelirrigatie, dus meststoffen worden meegedruppeld bij de plant. En we beginnen 's ochtends, zeg maar 1,5 uur na zon op, wordt die water gegeven. En dan gaan we mee door tot ongeveer een uurtje voor zon onder. Om de plant voldoende generatief te krijgen. Vorige week kwam een van de grootste telers van Nederland, die dus Summersen teelt. Die kwam met het leuke bericht dat Ahold Summersen opneemt in het schap. En dat betekent gewoon dat het echt een pure kwaliteitsknaller wordt. Een hele zoete smaak en ook crunchy, met een hele lekkere bite. De smaak wordt vooral gewaardeerd door kinderen en is ook heel populair bij kinderen. En we verwachten dus ook nog een groei van het areaal van Summersen in de komende 5 jaar.